coronavirus dringt je lichaam binnen via je ogen, neus en mond. Met een zelfgemaakt mondmasker op kom je minder snel aan je gezicht en bescherm je jezelf. Wanneer je hoest, niest of spreekt, vliegen vochtdruppels naar buiten. Een mondmasker houdt dit tegen en je beschermt anderen. Ben je zelf ziek of iemand binnen je woning? Draag dan een zelfgemaakt mondmasker. In de supermarkt is er minder luchtcirculatie en zit je dichter op elkaar. Daar helpt een mondmasker. Behoor je tot risicovolle groepen? Draag dan een mondmasker als je buiten komt. Zolang je in beweging bent in de buitenlucht, zonder mensen in je nabijheid, hoef je geen mondmasker te dragen. Vergeet je zelfgemaakt mondmasker niet te wassen voor het volgende gebruik. Voor je een zelfgemaakt mondmasker opzet, was je je handen grondig. Je neemt het mondmasker bij de uiteinden van de touwtjes vast. Raak de binnenkant zeker niet aan. Vervolgens trek je het mondmasker open aan de voorkant. Zet het volledig over je mond en neus. Was je handen grondig. Je maakt de touwtjes achter je oren los. Je haalt het zelfgemaakt mondmasker van je gezicht, maar komt zeker niet aan je gezicht. Je gooit het mondmasker bij de was. Vergeet daarna zeker je handen niet te wassen. Vergeet je zelfgemaakt mondmasker niet te wassen voor het volgende gebruik. Raak nooit de binnenkant aan. Steek je mondmasker in een ziplockzakje. Laat het niet gewoon rondslingeren. Onthoud, ik bescherm jou en jij beschermt mij. Yeah!